Enkele reis Paramaribo-Rotterdam vertelt het verhaal van twee Surinaamse families die vlak voor de onafhankelijkheid van 25 november 1975 naar Rotterdam emigreerden. Ze kwamen om een nieuw bestaan op te bouwen, kregen kinderen en kleinkinderen. Nu, 40 jaar later, onderzoeken we wat emigratie voor deze families betekend heeft en wat er van hun Surinaamse roots is overgebleven. In deze laatste aflevering een terugblik op de afgelopen 40 jaar. De jaren 70. Door de komst van veel Surinamers tegelijkertijd moet de autochtone bevolking wennen aan het snel veranderende straatbeeld en een andere cultuur. Maar ook de Surinamers worden geconfronteerd met een andere samenleving dan zij gewend zijn. Ik ben aangekomen in de Sint-Mariastraat in 1964. Ja, eerste weken dan blijf je, maar dan ga je wel een beetje uit. Het eerste café was Moulin Rouge, want het is op de hoek van de Sint-Mariastraat. En frappant, ik kom binnen, daar heb ik voor het eerst gezien dat een blonde dame mij bedient en de toiletten schoonmaakt, asbak schoonmaakt. Dat kan niet, want die blonde dames, vooral in Suriname, die blonde dames, die zijn prominente mensen, zijn geen mensen die de toiletten schoonmaken of dat soort dingen. En dat is zo leuk om dat mee te maken, maar ja, jij bent klant, maar ja, hun hadden geleerd om toch lief te zijn tegen de klant. Dus ik werd zo netjes en zo mooi behandeld. Ik zeg, oh, dit ken ik niet. Weet je, witte mensen die behandelen je zo. En dat was de eerste ervaring waar ik, misschien daarvan heb ik het misschien geërfd, dat ik dan niet meer over kleuren dacht. Dus die hebben dat ding geëgaliseerd. Dat het dan prettig was. Het is toch heel erg veranderd dan te vroeger. Ja. Maar het was wel fijn om hier te lopen. Want de eerste indruk krijg je dan van waar je het eerste gekomen bent. Dat blijft er altijd bij. Hoe keek de autochtone bevolking hier in Rotterdam tegen u aan? Ja, toen was het anders, weet u, van respectvol, omdat je jezelf was. En als je gewoon respectvol hun ging behandelen, dan was het ook goed voor jou. Ja. U bleef wel uw cultuur hier behouden. Ja, dat ben ik zeker gaan doen. Ik ben mezelf gebleven. Ik heb niks anders gedaan dan het Hindoestaan zijn zoals ik ben. En dat wordt, denk ik, goed gerespecteerd door andere mensen, want je gaat niet doen alsof. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. De volwassenen, moe van de lange vlucht en van alle beslommeringen op de luchthaven, hebben nauwelijks aandacht voor het voorbijflitsende landschap. Maar de kinderen ondergaan de eerste kennismaking met het nieuwe land als een avonturenreis vol ontdekkingen. Net als de meeste Surinamers die rond de onafhankelijkheid naar Rotterdam komen, krijgen ze eenmaal hier meer kinderen en kleinkinderen. De jongste generaties zijn opgegroeid in een multiculturele samenleving. Zo ook Demi Hirschfeld. Een van Chuck's kleinkinderen. Ze is 22 jaar, studeert communicatie en woont in de omgeving van de Westkruiskade. Ja, over het algemeen is dat wel een beetje in de familie gegroeid, denk ik. Ik bedoel, mijn moeder die is altijd ook heel erg bezig met hoe je het beste gewoon gezond eet, altijd 2 stuk fruit per dag. En eigenlijk is heel mijn familie heel erg met sport. Ik heb een tante die is sportinstructeur. Mijn vader zelf is bodybuilder geweest. Dus eigenlijk is dat een beetje met de paplepel erin gegoten. Ja, mijn vrienden kringen echt van alles. Ik heb Nederlandse vriendinnen, ik heb Koerdische vriendinnen, ik heb Surinaamse vriendinnen, Arubaanse vriendinnen. Het verschilt van elk werelddeel eigenlijk, ja.
Gaat het er wel eens over? Van waar kom jij vandaan? Of merk je wel eens culturele verschillen? Nee, eigenlijk bijna helemaal niet. Er zijn wel eens vragen naar van waar kom jij nou eigenlijk vandaan? Vooral bij mij, omdat ik wat lichter ben. En dan zeg ik, ja, ik kom uit Suriname. Dan zeggen ze, oh, dat had ik eigenlijk niet door. Dan zeg ik, nee, ja, maar mijn ouders die zijn bijvoorbeeld ook een stuk donkerder dan ik. Ja, maar ik merk het ook niet echt aan de cultuur. Ik zeg, nou, je moet eens bij de familie langskomen. Dus zo is het eigenlijk wel. Maar op zich, we praten gewoon eigenlijk over alledaagse dingen. Gewoon dingen die ons bezighouden in het leven. Demi houdt zich graag bezig met sport, eten, schrijven en ze blogt regelmatig. Als klein meisje heb ik altijd veel bewogen. Mijn ouders vonden het heel erg belangrijk dat ik een bepaalde sport uitoefende. Ik ben me meteen gaan verdiepen in interessante bezigheden. Dat zou goed zijn voor mijn algemene ontwikkelingen. Ik kreeg daarbij de vrijheid om zelf een sport uit te kiezen. Dat liet ik me geen twee keer zeggen. Zo heb ik op basketbal, honkbal, volleybal, handbal, ballet en streetdance gezeten. Toen ik nog op hockey en rugby wilde, vond mijn moeder het genoeg worden. Ik mocht één sport uitkiezen waar ik op minstens een aantal jaar op zou blijven zitten. Merk je ook dat je dingen verliest van de Surinaamse cultuur? Als je bijvoorbeeld naar je ouders kijkt, je grootouders? Dat wel een beetje. Dat vind ik op zich best wel jammer. En dat is voornamelijk wat ik net zei, het eten. Dat ik bijvoorbeeld niet zo goed kan koken als mijn opa en mijn oma en mijn vader bijvoorbeeld. En dat vind ik op zich wel jammer. Want dan vraag ik me af of mijn kinderen nog wel heel veel van de cultuur zullen meemaken. Ja. En dat zou ik wel graag willen. Dus het leek me leuk om bijvoorbeeld keuzevak Surinaamse les te nemen. Gina, de dochter van Chuck Heerenveen en een tante van Demi, wordt geboren in 1965. Ze valt dan als een van de eerste gekleurde kinderen van de klas nog op. Haar zoon is een echte Rotterdammer, al heeft hij nog wel affiniteit met Suriname. De Surinaamse keuken heeft wel zijn voorkeur. Hij weet niet beter en opa's eter is nummer 1. En verder heeft hij gewoon hele internationale vrienden, weet het Surinaams, maar ook Nederlands, Marokkaans, Turks, eigenlijk alle nationaliteiten. Hij is wel een paar keer in Suriname geweest, maar op vakantie met mij. Hij weet wel dat hij Surinamer is en daar is hij ook wel trots op, zeg maar. Maar hij is ook trots erop dat hij op is gegroeid in een... in een internationaal leven, zeg maar. Wat is dan daar zeg maar een metafoor van? Wat ken je in deze wereld wat niet samenhangt? Narsing, zoon van Swami Dupriyamvani, geboren in 1975, groeide ook op tussen kinderen met ouders uit diverse culturen. Tegenwoordig geeft hij les op Hogeschool Rotterdam en staat hij voor een multiculturele klas. Narsing heeft 4 jonge kinderen. Mijn kinderen spreken niet echt Hindoestaans meer actief. Passief kunnen ze het wel, ze kunnen het wel begrijpen. We spreken nog wel Hindoestaans, maar het is niet zo dat er 24 uur, 7 dagen in de week Hindoestaans gesproken werd. Dat werd in mijn tijd nog wel gedaan. Ik heb Hindoestaans van mijn opa en oma geleerd, want ik was daar de hele dag. En zij spraken geen Nederlands met elkaar. Dus ik ving het Nederlands op buiten, of tussen gesprekken tussen mijn ouders. Maar mijn opa en oma spraken constant Hindoestaans. Dus toen ben ik tweetalig geworden. Maar bij ons thuis gebeurt dat niet meer. Mijn kinderen spreken geen Hindoestaans meer. Wat is nou het typische wat je koestert van je eigen zeg maar, Hindoestaanse cultuur? Wat je dus binnenshuis graag intact blijft houden? Ja, dat is toch wel de muziek en de keuken. Het eten klinkt zo plat, maar de keuken, de Hindoestaanse keuken. Ik denk dat verreweg de meeste kans heeft om ook sowieso te overleven. Taal wordt lastig. Dus ik denk dat de muziek, de Indiase Bollywood-film, dus en daardoorheen zijpelen dan ook de normen en waarden die de Hindoestanen over het algemeen hebben. En de keuken. Narsing's oom heeft al wat oudere kinderen. Hij vindt dat ze op sommige vlakken meer vernederlandst zijn dan hij zelf. Bijvoorbeeld in relaties, hè. In mijn relatie bedoel ik vrienden, kennissen. Dat zij dus niet in elkaar opgaan, bijvoorbeeld, hè? Maar heel zelfstandig blijven. Dus bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Als ik jou 5 euro leent, weet je, voor tot morgen, dan wil ik die 5 euro hebben. Terwijl ik geef 50 euro, ik ben dat vergeten. Het interesseert me verder niet. Maar mijn dochter, die zegt, hallo, ik heb dat geld nog niet van je. Kijk, op zich is het misschien een goede karakter. Maar dat komt
zuiver uit de Nederlandse cultuur. Ik zie het hier echt als het zo doorgaat. Het gaat gewoon branden, weet je. Kijk, de sociale dienst, de mensen hebben heel slecht, weet je. De mensen durven nog geen eens, je hebt het gezien, hun huizen te laten zien. De mensen durven niet te praten, weet je. Gewoon, als je hier woont, dan moet je toch met een Hollander kunnen praten, weet je. Als dat niet meer kan, weet je. Het kan zo ver komen dat als wij Surinamers elkaar vinden en minderheidsgroepen hier in deze wijken elkaar vinden en op een andere wijze tegen de hele situatie aan gaan kijken, dat wij uiteindelijk iets samen kunnen ondernemen tegen gemeentelijke overheden en dat soort dingen, om een betere leefsituatie te krijgen voor ons en met name in deze wijken. Sinds de jaren 70 is er veel gebeurd. Surinamers die hier nu wonen voelen zich doorgaans thuis in Rotterdam. Hun kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. De leefomstandigheden, de politiek en ook de Westkruiskade zijn ingrijpend veranderd. Dit zijn allemaal eethuisjes. Hier heb je een massagesalon met acupunctuur. Dat was er vroeger ook niet hoor. Maar het zijn Chinezen die dat doen. Maar ja, massage, acupunctuur, schoonheidsbehandeling. Ook dat heb je aan de Westkruiskade. Dat is chic. Ze hebben echt hun best gedaan en ze hebben de winkels en de bedrijven ondersteund met raad en daad dat Westkruiskade nu een beetje op de markt, op de kaart gelegd is in Europa. Vindt u het nu dan leuker dan toen in de jaren 70? Nou, toen was het een beetje rommeliger in de jaren 70 en je weet, ik was ook jonger. Iedere jongere die houdt van rommeligheid. Dus dat rommeligheid, dat was sexy, dat was leuk. Maar nu is het geordend. En ja, door die grijze baard, dan wil ik ook een beetje dat ding geordend zien. Ja toch? Van de opbrengst van hun verkochte bezittingen betalen velen de overtocht naar Nederland voor henzelf en hun gezin. En zodra het paspoort er is en op de een of andere manier het magische vliegbiljet is verkregen, dan gaan ze op weg naar Nederland. Meer dan 1/3 van de Surinaamse bevolking zal het straks moeten zien te rooien in het koele Nederland. Heb je wel eens behoefte om naar Suriname te gaan? Ja, in eerste gezicht niet, omdat ik natuurlijk niet weet hoe mijn familie in daar zo is. Maar de tweede natuurlijk wel. Het is mooi om gewoon te weten waar ik eigenlijk vandaan kom en hoe mijn mensen leven. En hoe dat is daar in de plaats van hier in Nederland, waar natuurlijk een heel groot cultuurverschil weer zit. Al zijn we allemaal Surinamers. Maar het is natuurlijk een prachtig land en ook gewoon de cultuur. Ik denk dat als ik daar ben, dat ik gewoon echt een goed beeld krijg van hoe het eigenlijk allemaal was bij ons in de cultuur. Omdat ze een beetje slecht eet, wil ik dat ze 3 keer per dag Nutritia drink krijgt. Eet ik dawai, pille. Toen mijn ouders hierheen wilden komen, het is net zoals het nu. De een gaat en de andere volgen. Gewoon anderen. Zonder erbij na te denken. Ze hebben huis en haar toen ook verlaten in 1975. Toen was ook een stroom naar Nederland. Want Nederland, daar hadden ze vertrouwen in. En er zijn altijd mensen die terug willen, nu ook nog. Ze hebben geen baan, je hebt geen grond. En dan zijn ze op Nederland aangewezen. Ik had het niet in mijn hoofd dat ik wil blijven. Maar zalig mijn vrouw had een mooie uitdrukking. Ze zei, je hebt je lot niet in de hand. Maar je hebt je hand wel in je lot. Dus daarmee bedoel ik dat het lot jou drijft op dat moment. Je hebt niet het zeggenschap van ik ga blijven of ik ga teruggaan. Het lot, want het lot heeft zo dat ik dan, dat wij ineens kinderen krijgen, weer kinderen, weer 6 dochters. Oké, Edmee wilde wel een groot gezin hoor. Daar niet van. Maar ja, op den duur moet je toch en aanpassen en dan. Ik heb wel een paar keer ingepakt hoor, dat we naar Suriname gaan hoor. Een paar keer hebben we ingepakt, maar die koffer die blijft vol en over een maand, 2 weken gooi je die koffer weer open. Zeg je nou ja, volgend jaar dan maar. Of mijn vrouw ging studeren, we maken deze studie af. Of we gaan dat doen, of wanneer die kinderen zo zijn. Maar je hebt niet het leven in de hand. Hoe gaat het met jou? Je ziet er goed uit, man. Je ziet er goed uit. Oké, tot ziens. Doeg!
Je ziet op de kruiskade, kom je altijd iemand tegen die je kent. Of die jou kent of jij kent hem. Maar dat zijn de oude reuzen van Rotterdam hoor. De mensen die het beetje gemaakt hebben hier.